In deze video leg ik uit hoe je een griekwadraattoets voor onafhankelijkheid kunt uitvoeren in SPSS. Stel dat we willen weten of het snurkgedrag van mannen en vrouwen anders is. We kijken dan naar twee categorische variabelen: snurkgedrag, gecodeerd als wel of niet snurken, en seksen. De nulhypothese is dan dat snurken en seksen onafhankelijk zijn van elkaar. Om deze analyse uit te voeren in SPSS ga je naar Analyse, Descriptive Statistics, Crosstabs. Bij rows selecteer je de ene variabele waarin je geïnteresseerd bent, in dit geval seksen. Bij columns selecteer je de andere variabele waarin je geïnteresseerd bent, in dit geval snurken. Het maakt niet uit welke variabele je bij rows plaatst en welke variabele je bij columns plaatst. De optie exact gebruiken we hier niet. Deze optie wordt wel eens gebruikt bij meer geavanceerdere analyses, maar hier hoef je nu niets mee te doen. Onder statistics geef je aan dat je een griekwadraattoets wil uitvoeren. Voor de effectgrootte vink je phi en Kramers V aan. Onder cells kun je aangeven welke informatie je in de output van de kruistabel wilt krijgen. Standaard zijn alleen de geobserveerde frequenties geselecteerd. Wij kiezen ook voor de verwachte frequenties, door op expected te klikken. Wanneer je een homogeniteitstoets uitvoert, vraag je onder percentages ook de percentages voor de row en column op, zodat je naar de verdeling per groep kunt kijken. Bij deze griekwadraattoets voor onafhankelijkheid hoef je hier niets mee te doen. Onder format kun je aangeven of de vrije in de kruistabel in oplopende of aflopende volgorde gepresenteerd moeten worden. Hier hoef je nu niets mee te doen. De optie style mag je ook overslaan. Dit gaat over de formatting van de tabel. Bootstrapping wordt wel eens gebruikt bij meer geavanceerdere analyses, maar ook hier hoef je nu niets mee te doen. Vervolgens klik je op OK.